We zijn gewoon het hele terras aan het opzetten om in opstand te komen tegen de slechte bediening. Ja, ik zeg toch wel. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. Ik ben Niels. En naast dat wij natuurlijk heel gierig zijn, zijn we ook heel erg nieuwsgierig naar dingen. En vandaar deze nieuwsgierige aflevering. Ja, deze week hebben we een inzending gekregen van iemand die vroeg zich af, in hoeverre is Klan nou daadwerkelijk koning? Ja, tot wanneer gaat een restaurant mee in je eisen? En uiteindelijk moeten ze toch wel nee verkopen, toch? Ja, dus wij gaan het terras op. We gaan het ze ontzettend moeilijk maken. Zeiken over te veel ijs. Verkeerde bestellingen doorgekregen. De hamburgers maken voor gemeten. Kijken hoe ver we nou echt moeten gaan voordat zij zeggen, jongens, oprotten. Nou, dat zeiken ben jij volgens mij wel goed in. Dus jij mag als eerste beginnen. Nou, dankjewel, Niels. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb zelf 6 jaar in de horeca gewerkt. Ik weet hoe vreselijk het is als je zo'n man aan tafel hebt die overal iets over hem aan te merken heeft. En die mag ik vandaag spelen. Hoe fucking leuk is dat? Ik heb er stiekem heel veel zin in. Hij heeft er zin in. Yo, er zit een tafeltje aan het water. Dus ik zou zeggen, ga er lekker heen. Ga zitten. En begin maar met zeiken. Zou je dit misschien... Ja, natuurlijk al zo naar. Ja? Dankjewel. Hij is nu de menukaart aan het doorkijken. Nou, met zijn portemonnee weet ik niet zeker of hij het wel kan betalen. Dus met een beetje massa gaat hij straks ook nog afdingen. Kan ik zo bestellen? Ja, ik heb mijn collega's te appen. Ik zit al een tijdje wachten namelijk. Ja. Dat is wel lang. Gaat het ook niet zo goed? Hè? Gaat het niet zo goed? Ja, nou binnen niet. Binnen niet? Dan krijg je van die bonnetjes en dan klopt het niet. Gaan we wat vragen? Misschien een beetje een rare vraag. Heeft u misschien wat bierfiltertjes? Mijn stoel staat helemaal scheef. Ik glij steeds van mijn stoel af. Dus kan ik een beetje recht zetten. Super. Oh, dat is echt kut. Mensen naast zitten me echt uit te lachen. Hij gaat zich helemaal kapot. Ik zie me helemaal afgaan. Hij zit alleen maar met zijn handen op zijn hoofd. Recht. Ik zou mezelf ook uitlachen. Kijk eens, bierfilters. Super, dankjewel. Zijn stoel wiebelt nogal. Ik zit nog steeds wacht op mijn ijs. Die ben je niet iets doorgekomen? Ja, hij is doorgekomen. We zijn er waarschijnlijk aan het maken. Ik zie hem op een ingelaar dat drink aan het wachten is. Oké, okay, super. Check hem ook zitten. Vies, vuil, pedant mannetje. Uber-nazi-generaal. Kijk eens. Is het zonder prik? Ja. Heb je niet met prik? Nee. Nou ja, als je misschien... Ja, van als iets... gewoon een biertje als... Tuurlijk, Heineken. Doe maar Heineken biertje. Kleintje. Lekker. Okay. Ze neemt de ijstie nu mee? Ja. De ijstie is niet goed. Ja, daar is hij hoor. Nieuw drankje. Ja. Kijk eens. Oh, je dacht je hebt je eigen filtertjes aan meegenomen. Oh, ja, dat was die stoel. Die stoel was een beetje aan het... Ik heb een andere stoel gepakt. Oké, okay, geen probleem. Ja, ja. Zitten jullie beter? Ja, we doen het ermee. Nou, proost jongens. Fuck jou Niels. Fuck jou. Ik zie zijn hoofd ook steeds roder worden. En dat komt niet door de zon, kan ik je vertellen. Nou, wat fuck moet je nu over zeiken dan? Voor mij moet je echt heel ver willen gaan. Je gaat geen breaking point bereiken. Hey Zeikert, hoe gaat ie nu? Ja, ik ben nu mijn bier aan de dood laten slaan. Dus dat wordt mijn volgende. Nee. Ik zit met mijn vinger erin te roeren. Kijk eens, cheeseburger. Kijk eens. Meneer? Is er misschien iets mis met de tap? Wat is er? Het biertje slaat heel snel dood. Ik ga even kijken, ga even een nieuwe voor je tap. Nou, dankjewel. Meneer, zit u al wat rechter? Ja, ik zit al iets rechter, ja. Ietsje maar, hè? Ietsjes meer, dankjewel. Mevrouw, mevrouw? Ja. Mijn burgers een beetje erg doorpakken. Ik wil niet meer berg te maken. Ja, ik ga naar beneden. Oh jezus. Oh, dat is goed. Ja. Kijk eens. Sorry hoor. Mevrouw? Hij is helemaal koud. Nee. Dat denk ik in de seconde op de keel geweest. Voel maar. Nee, voel maar. Ja, wow. Sorry. Nee, maakt niet uit. Hou je bek. Hij is weer niet goed. Ik kan dit niet meer aan. Ik kan dit niet aanzien. Echt joh. Als ik daar had gewerkt, had ik dat joch in de gracht gegooid. Echt. Ik wil niet meer, jongens. Kap hem uit.
Dag 2! We hebben wel kunnen concluderen dat met alleen zeiken hier niet helemaal komt. Nee, dus jij gaat het even lekker een stapje erbovenop. Klopt. En jij gaat ze helemaal gek maken. Zit niet aan me. Oh shit. Ik ben vandaag de zeiker met smetvrees. Succes. Nee, wil. En het begint. Hi, goeiedag. Doe maar een chouderaans alsjeblieft. Wil je klein of groot? Doe maar een groot graag. En heeft u een doekje voor mijn tafel? Dank u. Niels praat er ook echt op zich van. Nee, hij had last van rood of zo. Hallo? Je bent een beetje in de steek gelaten daar, hè? Ja, ik heb al een chouderaansje besteld. Maar het is er nog steeds niet. Ik zou er wat van zeggen. Ik ga het wel even vragen dan. Teringlijen. Ik had een chouderaansje besteld. Ja? Alleen het is nog niet gekomen. Was het een kleine of een grote? Een grote. Ja, hij komt eraan. Ja. Is dit een grote jus? Oh nee, dit is de kleine. Oh, sorry. Dit is de kleine. Ja. Ja, ik had de grote besteld. Ja, je krijgt nog een grote van, ja. Dan mag je deze houden. Oh, deze mag ik houden? Ja. Oké. Okay. Ja, ik zie het ook, Niels. Die is niet schoon. Je bent niet gek. Hij is vies. Dit is de grote jus. Ik zou die dan mogen. Dit glas is een beetje vies aan de zijkant. Excuseer me, maar ik ben heel erg gesteld op mijn hygiëne. Ja? Is dit kalk of is dit een soort vettigheid van mijn glas? Nee, dat is gewoon kalk. Dat is gewoon kalk? Iets wat we er niet meer afkrijgen. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Ik wil best een nieuw glas voor je halen. Ja? Voor een nieuw schoon glas, als je het wil. Nou, heel graag. Ja? Dat, ja, tuurlijk. Ja. Ik voel me echt de zijkant van het alles. Super. Vindt. Ja, kom, anders dan zoek ik het wel in een mening beker, ja. Of zo. Oh, dat zou ik. Heeft een doekje toevallig? Ja. Ik had het voor de zekerheid een eigen glas bij me. Zijn ze nu overgeschoken in zijn eigen glas? Ik wil misschien wel die geitenkaassalade. Ja. Welke honing gebruik je? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij is het bees. Bee? Ja? Ja. Oké, okay. Als het zo is, dan wil ik graag de geitenkaassalade. Ja? Moet ze echt nog wel een stuk gekker maken hoor, want tot nu toe gaan ze overal mee. Ik wil zo graag weten wat hij heeft gezegd. Niels die kan zo naar zijn namelijk. Dat ziet er goed uit. Vraag voor de rest in mijn hoofd hoor. Welk afwasmiddel gebruiken jullie? Onze machine gaan chloortabletten. Ja. En verder gebruiken we Adix Pro alles rijden. Ah, Adix Pro, oké. Okay. Oké, okay. Ja, ik ben zelf heel erg fan van e-cover, dat is met aloe vera. Dus ja. ik heb even. Ik ga er absoluut niet over. Nee, oké, okay, dank u wel. Ik wil er meer, man. Je wil niet meer? Ik wil weg. Je moet hem wel er even een schepje bovenop doen, Helen. Nee, dat kan ik echt niet maken. Ja, hoe was de honing? Hij was lekker. Ja? Alleen de hygiëne. Ja, nee, maar ja, op zich, daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen. Nee. Ik bedoel, dat zit natuurlijk ook bij jou. Tenminste, ja. Nou ja. Nou ja, maar u vindt zelf de hygiëne hoog? Ja. Tenminste, er zijn een paar dingen waar we gewoon waar het niet schoner aan kan. En ja, ik vond dit bord gewoon schoon. Oké. Okay. Ja, dat is uw mening. Ja. Ziel is verkracht. Nee, uiteindelijk vandaag ook weer gebleken, klant is koning, joh. Ja, ik denk dat Joost nog eventjes even echt, ja, echt hier overheen moet. Ja, jij moet er vol overheen. Dag 3. Ja, nu mag ik het gaan proberen. Ik heb een tactiek uitgepuzzeld en dat wordt dat ik de proever ben. De proever? Nou Joost, ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. High five. High five, mate. Dag. Daar gaan we dan. Pardon. Ik heb gewoon zin om te zeiken. Zeg maar, soms zeg maar, dan wil je gewoon zeg maar, zeiken als je zo'n zagrijnige bui hebt. Dat heb ik nu dus niet, maar ik heb gewoon echt zin om gewoon alles af te kraken en gewoon zuur te zijn. Pardon! Het duurt echt heel lang. Ik dacht dus, nou, ik ga gelijk zeiken of het heel lang duurt, maar het is ook gewoon echt zo. Dus het duurt tering lang. Pardon! Nou, Joost die wordt een beetje genegeerd op dit moment. Het heeft het best wel slecht. Dus ik denk dat het een mooie dag gaat worden. Ik begin echt geïrriteerd te raken gewoon. Ja, pardon. Hallo. Hallo.
Die zijn gewoon het hele terras aan het opzetten om in opstand te komen tegen de slechte bediening. Ja, dat is echt top, ouwe. Ja, pardon. Joost niet de enige die zal worden. Als je gaat zitten klappen naar me, dan kan je beter naar de bar lopen. Dat gaat niet werken voor mij. Je ziet dat ik alleen ben, ik sta hier niet te niksen, weet je wel? Oké, nou, dit gaat een heel kort ritje worden. Heb ik wel door. Sorry, mijn excuus. Ik ben wel benieuwd naar de bieren. Ik ben niet heel erg bekend met Aris. Ik zie een witte blijf hier. Maar als je echt op de biertjes kan, dan kun je een beetje aan de bar gaan. Weet je wat? Hij is jammer dat ik het niet kan. Ik zeg maar, het is beter als je naar de bar loopt. Ja, nee, maar doe maar. Ik zeg niet, dat is niet. Oké. Dankjewel. Het meisje is nu ook klaar met mij. Hij is een beetje dood. Oh, is it the head went down when I was bringing the tray? Oh, yeah. Couple of. Oké, thank you. I'll be back. Thank you. Ik ga sowieso in mijn eentje spugen houden. Ik ga zo hard in mijn eentje spugen. Yeah, thank you very much. It's a rookie mistake. Thank you. Ik hoef laatst niet toe trouwens. Dat is super kut. Ik wil dus eigenlijk alles proeven. Maar moet ik ook naar de bar lopen. Als ik dan naar de bar lopen, kan ik het dus weer niet filmen. Dus dan slaat het weer nergens op. Maar ja, dus de proef is er vanaf gegaan. Nu is het gewoon echt ordinair keihard zeiken geworden. En echt alles. Nog één vraag zo meteen aan jou. Mag ik zo meteen nog één ding aan jou vragen? Heeft mij een biervultje als ik mijn tafel helemaal vies en zo, weet je wel? Een doekje. Nee, natuurlijk, maar gewoon op jouw moment. Wie? Nee. Ze heeft gespot. Ze heeft de camera echt volledig door. Krak. Geen nee. Jongens, wat is dit? Amsterdam, horeca, wat ben je goed? Ja, echt. Dus ik kan stellen dat de klant daadwerkelijk wel echt koning is. Ja, hè? Ja. Tenzij je bij een toeristentent gaat. Ja, dan zijn het essels. Dan zijn het gewoon klootzakken, net als wij. Vond je nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Want Nieuwsgierigasten zal zeker blijven, maar Gierigasten gaat ook zeker niet verdwijnen. Nee, dus volgende week zijn we waarschijnlijk gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Gierig of nieuwsgierig? Daarom. Zie je dan. Later! Joost, begon je nou te klappen? Ja. Die had ze echt niet, ouwe. Toen ik begon te klappen, toen werd ze...